dan vervolgen met onze volgende gast. En dat is Haji Michel Souban van de Surinamse Moslim Associatie. En met de voorzitter van deze organisatie gaan we een beetje praten over Eid al-Fitr. Goedemorgen, Haji. Goedemorgen. Assalamu alaikum. Hallo. Ja, hoort u mij? Ja, ik hoor. Ja, ik zei assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Oké, mooi zo. Morgen is een bijzondere dag voor de moslimassociatie, zeg maar, voor de moslimgemeenschap in Suriname. We hebben van de regering gehoord dat er een lockdown is afgekondigd op donderdag, dus morgen. Hoe kijkt de organisatie daar tegenaan? Normaal. Mm-hmm. Hoe gaat de viering dan plaatsvinden? Zoals vorig jaar. Vorig jaar hadden wij geen lockdown, total lockdown. Mm-hmm. Maar er was wel een samenscholingsverbod. En de normale viering, zoals dat vanaf dat wij bestaan gedaan wordt, was vorig jaar ook niet gebeurd. Wij konden niet bij elkaar komen en dit jaar is het hetzelfde. Wij waren vorig jaar wel vrij om bezoekjes uit te wisselen hier en daar, maar dit jaar gaan wij thuis met ons gezin, vrouw, kinderen, allemaal bij elkaar feest hebben. Is normaal, omdat het een noodzaak is. Wij kunnen er niets aan doen. Ja. Ja, kunt u even kort ingaan op Eid al-Fitr? Wat houdt het in en waarom is het zo belangrijk voor de moslimgemeenschap? Pardon, nog een keer. Ik zeg, kunt u even kort ingaan op de viering van Eid al-Fitr? Wat houdt het in en waarom is het zo belangrijk voor de moslimgemeenschap? Eid al-Fitr is een feest waarbij dank wordt betuigd aan de Almachtige God voor het in staat hebben gesteld om een heel belangrijke verplichting na te komen, namelijk het vasten. Een van de vijf zuilen waarop de islam overeind staat. En als wij een maand lang die verplichting hebben kunnen nakomen, dan gaan wij bedanken en blijdschap tonen en dankbaarheid tonen. Dat is alles. En dan gaan wij ook denken aan de minder bedeelden die het moeilijk hebben. Ja. We hebben een maand lang ervaren wat zo'n behoeftig en arm persoon voelt. Wanneer die kinderen huilen en eten vragen en mama kan geen bord eten voor ze geven. Dan betekent dat wat. En wanneer wij honger en dorst lijden, dan voelen wij ons in die toestand van de behoeftige. En gaan wij ook aalmoezen geven op die dag. Ja. Het geven van die aalmoezen wordt niet belemmerd door die lockdown, nog door die het samenscholingsverbod. En wij kunnen dat doen via de organisatie. Die mensen gaan hun aalmoezen daar verzamelen en dat wordt dan verdeeld. Wij hebben dat al gedaan in de SMA. We hebben huis aan huis de behoeftigen al voorzien van de enkele dingen waarmee ze toch hun feest thuis goed kunnen vieren. Dat is in het kort. Ja. Eid al-Fitr wordt ook suikerfeest genoemd, hè? Waarom is dat zo? Kijk, ik weet niet waar die naam suikerfeest vandaan komt, maar in onze heilige boeken en geschriften komt dat woord niet voor, nergens. Oké. Ik weet dat in Nederland men praat over het suikerfeest. Mm-hmm. Maar waarom dat zo is, dat weet ik niet. Misschien is het omdat de profeet Mohammed, vrede en zegeningen van Allah zij met hem en met alle andere profeten, hij placht voordat hij naar de gebedsplaats ging vanuit huis, iets zoet te nuttigen en in het bijzonder dadels. En dat is dan een gewoonte, moslims doen dat ook. En misschien wordt het daarom suikerfeest genoemd door een bepaalde groepen. In Suriname hebben wij dat woord nooit gekend. Mm-hmm. En
Nu horen wij in Nederland, nadat onze mensen naar Nederland zijn verhuisd, dan horen wij ze hebben suikerfeest. Maar dat woord kennen wij niet in de islam. Oh, oké. Okay. Nee, dan hebben we dat ook gehoord, voorzitter. We weten dat u via de televisie, ik dacht dat het kanaal 5 zou moeten zijn, dat er vaker programma's zijn. Is het ook zo dat met betrekking tot het Idul-Fitr-feest, dat mensen ook via zeg maar, de televisie de gebedsdienst kunnen volgen? Nee, kijk, het hangt van de organisatie af. Wij hebben geen feestviering, gezamenlijke feestviering, zoals wij dat ieder jaar gewend waren te doen. Ja. Dat was een heel uitbundige feestviering toen. Maar sinds vorig jaar moeten wij dat ontberen. Mm-hmm. En wij hebben niets te vertonen dan alleen deze berichten en enkele kleine programma's. Oké. Okay. Dat ten aanzien van de viering, er is zo dat er wordt gekeken naar de maanstand en op basis zegt een groep binnen de moslim van wij vieren donderdag en op basis van de maanstand zegt de andere groep wij vieren vrijdag. Hoe staat het dan met dat gedeelte van de lockdown? Want daar lijkt het alsof de groep die donderdag gaat vieren op basis van de regels niet zeg maar een beetje uitbundig gaat kunnen feesten, maar de groep die vrijdag dat wel gaat doen, lijkt wel de gelegenheid te krijgen om zeg maar uitbundig een beetje bezig te zijn. Hoe nee, kijk je daar tegenaan? Nee, helemaal niet. Kijk, die total lockdown heeft niks te maken met Idul Fitr. Het heeft te maken met de nationale vrije dag. Ja. De nationale vrije dag, dus iedereen gaat vrij zijn, men hoeft niet naar het werk te gaan. Mm-hmm. Dan gaat men verzamelen bij Wakapassi of waar ook, uitbundig met duizenden mensen verzamelen, terwijl het samenscholingsverbod tot maximaal 5 mensen is in dit geval. Voor religieuze aangelegenheden, dat betekent gebeden en zo, diensten, is het 10. Maar al is het Idul Fitr, voor normaal, geen gebeden, geen diensten, dan is het 5. Maar toch gaat men daar met duizenden mensen. Mm-hmm. Omdat het een nationale vrije dag is, iedereen is vrij om te gaan. Daarom is er een lockdown ingesteld, een total lockdown, dat men thuis blijft. Ja. Maar vrijdag is er geen nationale vrije dag. Dus niemand gaat vrij zijn om ergens te verzamelen. Men moet naar het werk. En de moslims die feest vieren vrijdag, die Idul Fitr vieren vrijdag, die gaan ook geen feest vieren, want samenscholingsverbod tot maximaal 10 mensen in dit geval, ze gaan diensten hebben. 10 mensen. De SMA heeft besloten om helemaal geen diensten te houden. Mm-hmm. Omdat met 10 mensen, wie gaan wij dan toestaan en wie gaan wij verbieden, want bij onze eetviering komen er zeker 3000 of meer mensen. Om en bij 3000 mensen. Gaan wij 10 mensen eruit moeten kiezen die kunnen komen, de rest niet. Dus wij hebben een besluit genomen, helemaal geen gezamenlijke feestviering. Wij gaan ons houden aan de regels. Niet omdat wij zoveel van de regering houden, maar we houden van het volk. Ja. Wij willen het volk niet laten ziek worden. Wij houden ons daarom lockdown of geen lockdown. Wij gaan ons houden aan de regels. En we gaan besmettingen voorkomen. Dat is onze opstelling in deze kwestie. Oké, okay. Nee, dan is dat ook duidelijk, voorzitter. In het kader van de Eid-viering, heeft u een speciale boodschap naar de samenleving, maar meer nog voor de moslimgemeenschap in Suriname? Dat is normaal wat wij ieder jaar aan de mensen zeggen. De moslims hebben 1 maand lang gevast. Vasten houdt niet alleen maar in honger en dorst lijden, niet eten en niet drinken, van de ochtendschemering tot zonsondergang. Het houdt veel meer in. Je moet voorbeeldig leven. Alles wat verboden is, alles wat af te keuren is, moet gelaten worden. Want de profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, heeft gezegd dat de mensen die alleen maar eten en drinken laten en hun kwade neigingen niet kunnen prijsgeven,
Allah heeft geen waarde, hecht geen waarde aan hun honger en dorst lijden. Het is gewoon alsof ze niet hebben gevast. Je moet eten en drinken die niet alleen maar toegestane zaken zijn, maar ook noodzakelijke zaken. Die moet je laten om God tevreden te stellen. Dan moet je de andere zaken die verboden zijn en die schadelijk zijn, ook kunnen laten. En als je 1 maand lang dat kan doen, dan moet je de 11 maanden die nu voor ons staan, die moeten wij ook precies zo kunnen leven. De verboden handelingen zijn verboden. Niet omdat God de mens wil pesten. Nee, om de mens te beschermen. Want die zijn schadelijke dingen. Daarom zijn ze verboden. Schadelijk, fysiek en op moreel. En op elk gebied zijn die zaken schadelijk. Ja. Wij moeten ons afhouden het hele jaar door van deze schadelijke dingen. Dat is mijn boodschap. Dan gaan wij een heel vredig en heel gelukkig Suriname en Surinaams volk hebben. Dat is mijn boodschap. Dank u wel. Allemaal een gezegend Eid al-Fitr, moslim of geen moslim. De zegeningen van Allah overheerst iedereen. Dank u wel. Een fijne Eid Mubarak toegewenst. Dank u wel. Hetzelfde.